Hallo, vorige keer hebben we het gehad over de weerstand, geleidbaarheid en de wet van Ohm. We gaan nu meer verder en we kijken naar diverse weerstanden in één en dezelfde schakeling. We beginnen met een schakeling waarbij twee lampjes gaan branden op een spanning van 40 volt. 40 volt is de spanningsbron. Lampje A die heeft 16 volt nodig en als je goed brandt gaat er dan 0,6 ampère doorheen. En lampje B, als dat goed brandt, dan heeft hij 12 volt nodig en dan gaat er 0,4 ampère doorheen. Om dit mogelijk te maken, hebben we twee weerstanden, R1 en R2. De vraag is, hoe groot moeten die twee weerstanden zijn om beide lampjes correct te laten branden? Druk eerst eens in een pauze om na te denken hoe je dit zelf zou gaan doen. De oplossing volgt nu. We gaan eerst naar lamp A kijken. Kijk, omdat hij het beste brandt op 16 volt, is het natuurlijk logisch dat over lampje A 16 volt staat. En hetzelfde, omdat lamp B correct brandt, weet je zeker dat over lamp B 12 volt staat. En behalve twee spanningen, weet je nu ook de stroomsterkte in dit stukje draad, immers, door A gaat 0,6 ampère, dus de stroomsterkte daar is 0,6 ampère. En hetzelfde voor lamp B, de stroomsterkte daar is 0,4 ampère. Dit zijn dus de gegevens die ik haal puur door te kijken naar lamp A en lamp B. Nu gaan we even verder kijken. Lamp B en de weerstand R1 die staan parallel aan elkaar. En bij een parallele schakeling weet je dat de spanning, de spanning verdeelt zich niet. De spanning blijft gelijk. Dus over de weerstand R1 staat ook 12 volt. En bij een parallelschakeling gaat de stroom zich juist wel verdelen. Kijk, hier heb je dat knooppunt. Er gaat 0,6 ampère heen. 0,4 ampère gaat weg. En dus moet hier nog 0,2 ampère weggaan, zodat heen gelijk is aan terug. En nu weet ik dus dat over R1 12 volt staat, er gaat 0,2 ampère doorheen en ik kan dan de weerstand berekenen, want de wet van Ohm, U gedeeld door I, 12 gedeeld door 0,2 is 60 ohm, dus R1 is 60 ohm. Dat is weerstand 1. We gaan naar weerstand 2. Weerstand 2 die staat niet parallel geschakeld, maar die staat erachter geschakeld in serie. En als je in serie wordt geschakeld, dan weet je dat de spanning wel verdeeld wordt. Nou, en hoe wordt die verdeeld? Kijk, ik heb hier 16 volt, ik heb hier 12 volt, ik heb in totaal 40 volt te verdelen, dus over R2 komt dan nog te staan 12 volt, want samen moet het 40 zijn. Dus de spanning weet ik al. En de stroomsterkte eigenlijk ook, want de stroomsterkte is natuurlijk in een stroomkring hiervoor en hierna gelijk. In dit stukje is hetzelfde als in dit stukje. Hier is 0,6 ampère, dus moet je hier ook 0,6 ampère hebben. Dus 0,6 ampère had je ook in dit knooppunt kunnen zien natuurlijk, want in dit knooppunt gaat er heen 0,4 hier. Hier gaat er 0,2 heen, 0,4 en 0,2 heen, betekent dat 0,6 er weg moet zijn. En nu heb ik dus voor R2 weer spanning en stroomsterkte en dus wet van Ohm, R is U gedeeld door I, oftewel 12 gedeeld door 0,6 is 20 ohm. En nu heb ik dus R1 en R2 beiden berekend. Oké, we doen even twee oefeningen tot slot. Eerste oefening is, ik heb hier 6 weerstanden en ik wil die 6 weerstanden vervangen door 1 vervangingsweerstand. Hoe groot moet die vervangingsweerstand zijn? Als tip, je moet beginnen met de parallele weerstanden. Druk eerst even op pauze om het zelf uit te proberen en kijk daarna of je het goed had. Oké, we beginnen dus met de vervangingsweerstanden. Dus de 300 en 500
en de 400 en de 600. De 300 en 500 samen, die kun je berekenen met 1 gedeeld 300 plus 1 gedeeld 500 is een getal. En dat is 1 gedeeld door vervangingsweerstand, dus de vervangingsweerstand is 1 gedeeld door dat getal. Dus de 300 en de 500 kun je vervangen door 1 weerstand van 187,5 ohm. Dat is deze. Dus die twee heb ik vervangen door 1. Dan kan ik ook met de 400 en de 600 doen. Die zijn samen 240 ohm. Dus die twee weerstanden kan ik vervangen door 1 weerstand van 240 ohm. Nu heb ik 4 weerstanden mooi in serie staan. En weerstanden in serie maak ik gewoon optellen. Dus dat is alles bij elkaar opgeteld 577,5 ohm, maar significant 578 ohm. Let op, hè, je hebt daar 50 ohm, maar ik ben hier niet aan het vermenigvuldigen, maar optellen. Dus het geldt met significantie dat je moet kijken naar het aantal cijfers achter de komma. En het minimaal aantal cijfers achter de komma is 0. Dus het eindantwoord ook met 0 cijfers achter de komma. Dus de 6 weerstanden kan ik vervangen door 1 weerstand van 578 ohm. Laatste. Ook hier weer 6 weerstanden. Ze staan gewoon zo geschakeld. Wat wordt de vervangingsweerstand? Druk even op pauze en kijk daarna verder. Oké. Dit is de parallelschakelingen. De 200 en 300 samen en de 500 en de 600 samen. Ik ga niet alles meer uitgebreid berekenen, maar ik geef meteen het resultaat. Dat is deze. Ja, je kunt ze vervangen door een 120 ohm en een 272 ohm. Ik heb nu hierboven twee weerstanden in serie. Die zijn samen 220. En hieronder twee weerstanden in serie. Die zijn samen 672. Dus die twee kan ik nemen. En dan krijg ik dus twee weerstanden die samen weer parallel staan. En dus kan ik die twee weer samen berekenen met een parallelschakeling. En tenslotte krijg ik dus dat de eindweerstand, de vervangingsweerstand, 166 ohm is.